Wat? Hallo. Daar zit hij, ja. Hallo. Hallo. Morgen. Hey. Toen flitst, zou dat om die reden zijn? Dat ze er naartoe kijken of zo? Nou, is hij misschien gemaakt, maar ik neem het risico niet. Morgen ga ik hem uitproberen. Dat zou je niet geloven. Ik heb zo'n boswachter. Hallo. Die wordt dus geacht goed en veilig te zijn. Ja. Het is door het normale gebruik al ongelooflijk levensgevaarlijk. Ja? Met deze schoenen? Nee, papa. Wil je de box? Nee. Mag dat wel? Ja, tuurlijk. Ja, maar ook. Ja, maar was zo. Ja, helemaal niks. Ik zag jou even op het oog. Je zit ook zeer licht te kijken daar. Maar hij is filmen. Ja, hij is filmen. Hé, hey, Zed. Oh, Ed. Hoi, Ed. Dat is Wim. Erg spontaan. Oh ja, leuk zo. Dit is Rolf. En dit is Ineke. Hé, hey, waarom knippert hij? Waarom knippert hij? Waarom knippert dat lichtje? It's on. It's filming. Okay. That's why. Moet je zien hier. Heel grote close-up. Close-up of her. En haar vader. Zie je dat? Dat is Ineke. Kijk dan. Hallo. Dan moeten we even netjes praten, want dat wordt natuurlijk gefilmd. Nou? Ja, ik heb gewoon maar een even. Now, this is me going to speak in German. We are in Holland watching a Dutch television in a German movie. Ich weiß, wo das ist. Wenn Sie wirklich vorhaben, da unten zu bleiben und das alles wieder aufzubauen, dann... Die Männer haben ein verdammt gutes Gedächtnis. Ja, ich weiß es. Könnte Ihnen vielleicht ein kleiner, dummer Mexikaner ein bisschen dabei helfen? Jawohl! Speak good, German! Price und ich wollen es unter allen Umständen schaffen, da unten am San Pedro. Ich meine, ob das Land da unten fruchtbar ist oder nicht, ist uns ziemlich egal. Bueno, es wäre sehr schön, wenn Sie noch jemanden gebrauchen könnten. Außerdem kenne ich die Gegend in- und auswendig da unten am San Pedro. Ich benutze schon seit Jahren die alte Mescalero-Furt. Nach Mexiko und wieder zurück in die Staaten. Sie wollen wirklich Ihren schönen Anzug an den Nagel hängen und diese schwere Arbeit machen? Amigos, ich bin auch nicht mehr der Jüngste und ich muss langsam zur Ruhe kommen. We saw her yesterday. Hallo. Ik zit in Kreef daar zitten. Ons kan niet kijken. Yes, no Dutch friends in New York. Got the bottle. That's yummy. Wel makkelijk, hè, de fles. Ja, zeker. Moet hier een keer met die zo. Het lijkt toch wel helemaal goed. Dit is de? Ja, hij lijkt heel goed. Ja, dat moet ik zeggen. De two of you are. Het lampje brandt niet. Nee, hallo. Ja. Two strong men from Holland. Look at the muscles. And that's the mother. Er zitten ijsplankjes in. Oh nee, dat is voor kind dit. Sandy. What, darling? He has more hair than I have. Oh yeah, everybody does. Nice hair. No, no, that's not true. It's my look hair. At him. Look oh, at that's him. True. Meer haar dan papa. Dat is voor Simon. Ja. You have the less hair? Yeah. Let's see, let's get a close up of that hair. Yeah. Let's see, let's see, let's see. Oh yeah. Yeah. Lekker, hè? Hi, Kim. Hello. Hello. Kim, do you speak English a little bit? Oh, yeah. Yeah. Zo, nog even. Ik zal die goed. Ruik je hem? Well, we're in Holland, but we're going for Chinese food. This is Chinese car. But we're walking. We're walking too?
Okay, bye bye. Bye bye, Betty. No. No. I like him a lot. Oh, ja. Nou, we willen nog een keer langs, of een keer op een door de weekse dag. In de hel. Nou, het is ook al geen zombie. You're going to do tomorrow, Sandy. Tomorrow, I think I'm going, I'm not sure, shopping, because she's getting a facial. Hello, darling. Tot ziens, dag. Ah, let me see. Again. You're very gracious. Yeah, they are. Yeah, I'll just say it.